Fruitvliegjes zijn ideaal onderzoeksmateriaal omdat we alles over hun DNA weten. Maar hebben ze ook tijdsbesef? En kunnen we daar wat van leren? Hendrik van Rijn werkt bij experimentele psychologie en doet onderzoek naar tijdsbesef en de beïnvloeding daarvan bij mensen en bij fruitvliegjes. Ik ben benieuwd naar hoe mensen tijdsintervallen waarnemen van ongeveer een seconde. En bij mensen hebben we daar heel veel onderzoek naar gedaan, maar hoe het in de hersenen precies werkt weten we niet. En daarom zijn we nu aan het kijken naar fruitvliegjes. Nou, wat we doen is dat we die fruitvliegjes laten tonen horen of beelden zien. Korte of lange tonen of beelden. En die tonen of die beelden vertellen die fruitvliegjes of de linker of de rechterkant van hun kooi veilig is. Wat we nou doen is dat we het heel vaak aanbieden. En dan kijken we of die fruitvliegjes steeds sneller kunnen onderscheiden of een toon kort of lang is. En dan weten we dat ze besef hebben van tijd. Ze leren dan dat ze bij een korte toon naar links moeten gaan en bij een lange toon naar rechts. Het onderzoek van Van Rijn kan uiteindelijk leiden tot meer inzicht in de ziekte van Parkinson bij mensen. Waarschijnlijk speelt gebrek aan de stof dopamine daar een belangrijke rol in. Wat we nou gaan proberen te doen is fruitvliegjes nemen die geen dopamine hebben, om te kijken of die geen tijdsintervallen van elkaar kunnen onderscheiden. En dan weten we dus dat dopamine een belangrijke stof is bij de waarneming van tijd.